Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. Ja, ik moest nadenken. Het is donderdag vandaag en let niet op hoe ik eruit zie. Er zit niks in mijn haar. Ik heb geen make-up op, dan alleen maar een klein beetje mascara en wat op mijn lippen. Ik ga namelijk vandaag naar het ziekenhuis. Ik heb vandaag slaaponderzoek, dus dat betekent dat ik een nachtje moet blijven slapen. Ik voel me trouwens beter dan de afgelopen week. Ik was echt ziek en beroerd en ik voelde me niet lekker. Ik voel me beter nu. Ik ben alleen nog een beetje aan het snotteren. Het zit nog een beetje vast hierboven, maar voor de rest gaat het prima. Ik heb ook geen nagellak op. Niet normaal voor mij. Ik zit wel nog onder de medicatie voor mijn schouder. Ik heb ontzettend veel zeer nog last van mijn schouders. Echt niet leuk meer. Die kop die blijft hier zeer doen. Dat is gewoon niet grappig meer. Maar inmiddels ben ik dus klaar. Ik ben aangekleed en wel. Ik heb best wel een makkelijke outfit aan. Omdat ze dat ook adviseerden in het ziekenhuis. Ik heb gewoon een simpele zwarte broek aan. Mijn fila's. Met deze trui van de Monkey uit Antwerpen. Kettingtje. Die heb ik wel gewoon aan. Ik heb verder geen sieraden aan. Alleen dit kleine zilveren armbandje. En een ketting. En de kleine oorbelletjes. De ringetjes. Die heb ik aan. Voor de rest heb ik niks hiervoor aan ofzo. Het is trouwens wel leuk. Ik heb deze in een kettingvorm. En Tom heeft die in een sleutelhangvorm. Die ligt alleen hier nog. Ik moet het nog even aan sleutels vastmaken. Maar is wel leuk. Tom heeft dus de sleutelhangvorm en ik de kettingvorm. En samen vormt dat dus één geheel. Maar ik heb dus vandaag een slaaponderzoek. Ik ben inmiddels bepakt en bezakt. Ik heb gewoon alleen maar een onderbroek, of tenminste twee onderbroeken, een paar sokken, een t-shirt en een slaapbroek bij. En een shirtje met lange mouwen voor hieronder te doen morgen, want ik heb dit morgen gewoon weer aan. Ik denk, ik ga geen kleding mee sjouwen, daar heb ik allemaal geen zin in. Dus dit heb ik gewoon weer aan morgen. Deze trui en deze broek. Ik heb hier trouwens ook gewoon nog een shirtje onder zitten. Dus het is niet direct of zo. En ik spuit het vanavond gewoon even in mijn parfum en deo. Maar ik ben trouwens bepakt in mijn zak. Ik heb mijn toilettasje bij met wat toiletspulletjes. Medicijnen. Daar was het eigenlijk alweer. En mijn leesboek. Want ik dacht, ik ga geen laptop en dat soort dingen mee sjouwen voor één... avondje. Dus ik heb mijn leesboek bij. En verder neem ik uiteraard mijn telefoon mee. Oplader mee. Oortjes mee. En dat allemaal. Uiteraard mijn camera. Dus ik kan ook gewoon vloggen. Het is een Brighton ziekenhuis, jongens. Dus ik weet niet wat ik kan vloggen. Wat ik kan filmen. Dus stel me daar niet op aan als het heel raar in beeld komt of zo. Maar ik ga wel uiteraard vastleggen wat ze allemaal gaan doen. In ieder geval ga ik rond 1 of 2 naar het ziekenhuis. Ik moet er om 3 uur wezen. En daar word ik om 3 uur aangekoppeld aan allerlei apparatuur. Plakkers en sensoren en alles. Ga ik naar de afdeling. Ga ik daar chillen tot 1 uurtje of 11 waarschijnlijk. En dan word ik aangesloten aan de apparatuur. En dan moet ik gaan slapen. Om te kijken of ik slaapapnee heb. Ik ben benieuwd. Waarschijnlijk wel. Ik snurk enorm. Mocht ik slaapapneu hebben, kan dat dus ook een van de voorkomende dingen zijn door mijn longafwijking van toen ik vroeg geboren was. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit allemaal gaat lopen vandaag. Het is voor mij jaren geleden dat ik überhaupt in het ziekenhuis heb geslapen. Dus ik zie het allemaal wel. Ik heb er in ieder geval zin in. Tenminste, ik heb er geen zin in. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik heb er alles behalve zin in. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik ben trouwens nog steeds een beetje snotterig, zoals je hoort. Voor de rest voel ik me weer prima, gelukkig. Er bestaat trouwens ook nog een kans dat het werk contact met me opneemt vandaag. Of morgen, dat weet ik niet. Maar we gaan het allemaal zien. Ik zie het vanzelf wel. Ik ga zo in ieder geval richting het ziekenhuis. Ik heb trouwens alles heel simpel in een Valentino-tas gepropt. Ik dacht, ik ga totaal niet sjouwen met rugtassen en dat soort dingen. Dus prima. Dus dat. En verder neem ik uiteraard gewoon mijn handtas mee. Trouwens nog steeds een all-time favorite. Het is nog steeds mijn favoriete tas van Valentino in Antwerpen gekocht. Een tijdje terug.
is gewoon super chill. Past gewoon ontzettend veel in. Is gewoon een hele fijne tas. Ja, is nog steeds echt mijn liefde. Dus dat eigenlijk. Meer heb ik nu niet te melden. Ik ga nog even lekker mijn gemak houden. Ik kan even wat drinken. Ik heb net nog eventjes wat medicijnen ingenomen. En dan ga ik zo meteen richting het ziekenhuis. En dan zien we de rest vanzelf wel. En trouwens, voor het ziekenhuis zit nog een Starbucks. En aangezien ik vanavond geen koffie mag, ga ik voordat ik het ziekenhuis inloop nog even een kop koffie halen. Want ik kan niet zonder koffie. Daar gaan we op naar het ziekenhuis. Ik heb lekker mijn gewatteerde lange jas aangedaan. Aangezien het niet heel warm is. Dus op naar het ziekenhuis. Zometeen nog wel even 40 minuten in de metro, maar vooruit. Let's go. At the station, you must wear a face mask. Station. Goed, daar zijn we. Goed, eerst een kop koffie. Het is kwart over twee. Ik moet om 3 uur pas zijn, dus eerst even een kop koffie. En dan rustig het ziekenhuis inwandelen. Maar eerst naar de Starbucks. Goed, daar zit ik dan in het ziekenhuis. Ik ben op ruime tijd. Ik moet nog een half uur wachten. Maar ik ga over ongeveer 20 minuutjes ga ik lopen naar de afdeling waar ik moet wezen. Ik heb mijn dagticket gehaald. Dat betekent dat ik dus nu om 3 uur bij de neurologie moet wezen. Daar word ik waarschijnlijk aangekoppeld. En om 4 uur moet ik bij de longafdeling wezen. En daar ga ik slapen. Ik heb trouwens een Starbucks strawberry vanilla oat latte gehaald. Niet aan te raden. Dit smaakt niet eens zoet. Dit smaakt gewoon chemisch. Is niet lekker. Echt niet. Maar ja, ik ga zo meteen richting de 3e etage. En ik slaap op de 9e etage. Dus als ik nog eens goed lig, heb ik nog wel een leuk uitzicht vanavond. Maar we gaan het meemaken. In ieder geval heb ik even oortjes in. Even muziekje op. Even chillen. Koffietje opdrinken. Dat oortje valt trouwens ook aan mijn oor. Maar goed, in ieder geval koffietje opdrinken en dan zo lekker naar de afdeling. Toppie. Komt helemaal goed. Waarschijnlijk zie ik jullie ergens als ik weer af, of tenminste aangekoppeld ben en uiteindelijk in een kamer op de 9e etage lig. Ik denk dat tussen niet heel veel kan doen, maar komt goed. Jullie zien het wel. Goed, ik ben ingesnoerd en wel. Er zitten plakkers op mijn hoofd, op mijn kin, keel. Borst, benen zelfs, 2. Maar ik zit ingesnoerd. Dat is echt raar. Het lijkt net zo'n kinderkamertje. Oh, mijn haar zit vast. Precies onder die plakker. Nu niet meer. Het zijn dus dubbele deuren. Maar ik vermaak me hier wel. Een ruime kamer. Helemaal alleen. Ik kijk op de voorkant van het ziekenhuis. Dus waarschijnlijk wordt het hier wel druk. Maar dat geeft niet. De 9e etage, dus lekker hoog. Er komt zo nog even iemand kennis maken en even het eten en dat soort dingen doornemen. Dus ik ga me hier wel van maken. Zo even lekker filmpje kijken, even Tom bellen, mijn ouders bellen. En dat komt helemaal goed. Niet schrikken, Tom. Ik ga even dubbel lullen. Ja. Hé, die camera is gewoon mee het ziekenhuis ingesneakt hoor. Maar goed, inmiddels heb ik me gezetteld op bed. Ha? Ik zeg, die camera is gewoon het ziekenhuis mee ingesneakt. Ja, hey, hallo. Ik moet voor views zorgen. Nee, ik heb de tv aangekregen. Oh, ik heb potlood op mijn voorhoofd.
Nou ja, zeg. Dat wordt schrobben morgenochtend. Oh, maar goed, even een kopje thee en wachten op een avondeten. Ik vind het nou niet leuk meer. En dat allemaal voor een tukje slaap. Goed, ik heb even lekker met Tom gebeld. Even lekker wat gelezen in mijn boek. En het avondeten is er. Lekker. En ik doe dat lekker gewoon. Asociaal vanuit mijn bedje. Heerlijk. Koephoek. Griesmeel. Watertje. Rauwkost. En als het goed is. Ja, dat is altijd heet. Kom ruimte tekort. Kom ruimte tekort. Zalm. Lekker. Kan ik dat? Blijft dat leggen zo? Dat blijft wel leggen zo. Heerlijk. Zalm met spinazie en saus. En ik ga lekker eten. Lekker. Ik heb trek. Ik heb een twee boterhammen gevraagd. Bruine boterhammen. Dat vult meer. Dus lekker boterhammetje eten. Daarna omkleden. Dus even broek wisselen. En dan nog even tv kijken. En dan ga ik ze denk ik bellen om te slapen. Ik ga er wel vroeg in. Ik heb hier verder toch niks te doen. Dus opblijven tot 11 uur. Ga weer gewoon op tijd slapen. Goed dan. Goed, niet schrikken. Maar ik lig aangekoppeld. Neusbrilletje in. Ik heb een ding aan mijn oor. Die me laat slapen. Tenminste, het detecteert wat ik doe s'nachts. Dus ik ga slapen. Ik zie jullie morgen. Goed, het is midden in de nacht. Ik kan niet slapen. Het is 2:30 bijna. Maar ik moest ontiegelijk nog plassen. Dus ik heb die bel gedrukt. Maar na 20 minuten is er nog niemand. Dus ik heb mezelf net losgekoppeld. Het enige waar ik aan vast zit is dat oorapparaat. Ik zit vast aan die. Aan dat ding daar. Met een kabel. En die heb ik net zelf maar even eigenhandig losgetrokken. Ik trok het niet meer. 20 minuten gewacht. Als ik iets niet kan, dan zet ik mijn blaas ophouden. Dus waarschijnlijk komt er zo wel een zuster. Maar dan zou ik wel zeggen dat ik me eigenlijk heel even losgekoppeld. Omdat ik zo nodig moest plassen dat ik het gewoon niet meer hield. En anders in mijn broek deed. Dus nu weer verder slapen. Tot nu toe slapen gaat. Wow. Ik ben heel veel wakker. Goed, nachtzuster is net eindelijk geweest. We waren druk bezig. Geef niet, ik weet soms hoe het is in de zorg. En als je bezig bent, dan kan je niet snel naar een andere bel. Maar ik ga even proberen verder te tukken. Het gaat behoorlijk slecht, zoals ik net al zei, slapen. Is niet grappig. Ik ben continu wakker. Ogen open, weer draaien. Ligt niet lekker, ligt dit niet lekker. Ik lag continu met mijn voeten te schoppen tegen het voeteind van het bed. Die was te klein. Maar tijd voor tukkie nummer 2. Goedemorgen. Ik word net gewekt door de ontbijtdienst. En jongens, ik ben net losgekoppeld. Ik mag alles eraf peuteren nu. Dat is niet leuk. Maar ik moet wel. Ik ga, denk ik, hou zoveel mogelijk er nu af. Dan ga ik ontbijten. En dan, ja. Zie ik daarna wel verder. Ik ga even Tom gelijk bellen. Want die wil denk ik wel weten hoe ik geslapen heb.
Ik ga Tom eens bellen. Ik heb een geluidsfragment gestuurd naar Tom net. Ga maar liggen praten in mijn slaap. Even bijkletsen met de boyfriend. En daarna aan het ontbijt. Goedemorgen. Oh, ik ben vrij. Oh nee, hier zitten ze nog. Zo, de tyfus. Oh. Moet kijken. Oh, wat erg. Nee. Oh, nee. Nee, die heb ik ook nog. Ik ga jou eens even een plekje geven, want ik word een beetje gek hier. Sokken aan de kant. Hoppakee. Nou, het is echt niet normaal. Oh, ik zit helemaal onder rode vlekken. Auw! Oh, krijg ik dat er niet af? Oh, nu wel. Oh mijn god, ik zit helemaal onder. Goed. Zo kwamen we vanmorgen heel abrupt. Om 7:30 pakken we voor ontbijt. Moet je bij mij niet doen, vind ik vreselijk. Maar een paar minuten later kwam er gelijk een verpleegkundige om dit door te knippen. Maar alleen alles in mijn haar zit nu nog vast. Maar dat wil ik er heel graag nu uitwassen. Want het is vreselijk. In plaats van eerst eten. Dus ik ben ondertussen een boterham aan het happen. En wacht tot die zuster komt. Om dit eraf te wassen. Tenminste eruit te wassen om even handdoeken en wasantjes te geven. Want die heb ik hier niet. Gedoucht en wel. En dit bradenpakket zat dus aan mijn lichaam. Maar goed, ik ben heel even gedoucht. Het is ondertussen al licht buiten. Dat hoef ik ook niet meer. Dat donder ik zelf in de kliko daar. Nou, ik ga even mijn spulletjes opruimen, pakken en... Goed, de lijst is inmiddels ingevuld. En ik zit nu al ruim een uur te wachten tot er iemand komt. Ze hebben het druk. Maar zo druk, dan denk ik, ja, hallo. Ik had die verdomme op de hond kunnen leggen of zo. Er is ook niemand op die hele gang van de afdeling te bekennen. Dus het is een kwestie van wachten. En dan naar huis. Ik ben helemaal klaar, ready, ingepakt en al. Meestal een kop koffie. En wat eten. Jasje aan, tasje mee. En vertrekken maar. Oh, koffie, Starbucks, eten. Daar gaan we. Ik ben thuis, ik ben thuis. Eindelijk. Oh man, ik ben kapot. Ik ga even naar boven en ik ga even wat anders aantrekken. Ja, dat. Oh, ik ben er thuis, jongens. Ik ben blij dat ik thuis ben. Poeh. Ik ben kapot. Ik heb in ieder geval lekker een kop koffie en wat te eten op. Iets lekkers, laat ik het zo zeggen. En leg je allemaal kleding. Maar ik ga gewoon even, denk ik, een truitje aantrekken. En ik weet niet wat hier allemaal ligt.
een truitje. En nog iets, maar ik weet alleen nog niet wat. Maar wat ben ik moe. Alhoewel, deze trui kan ik aanhouden. Maar even wat hieronder zit uit. Oh. Tadaa. Ik heb even een wit t-shirtje eronder gedaan. En even dat topje. En die, wat is het? Het shirtje even in de was gegooid. Poepoe. Jongens en meisjes. Wat een afgelopen paar uur. Ik ga even een kopje koffie drinken. Ik moet zeggen, de zoete gedoe van vanmiddag vind ik niet heel erg. Of van daarnet. Vind ik niet heel erg. Maar als er wat anders bij kan, dan graag gewoon een zwart kopje koffie. Trouwens, Tom slaapt hier vanavond. En morgen trouwens ook. Maar morgen gaan we naar zijn vader toe. Want die heb ik dus nog niet gezien. Dus daar gaan we morgen heen. En eten weer ook avond. En trouwens, ik moet zo meteen dus naar het Maasland voor die MRI van mijn schouder. Ik moet zeggen, ik voel niet zoveel nu. Want ik heb die kloof in nak en weet ik het allemaal op. Dus ik voel niet zoveel. Maar maakt niet uit. In ieder geval ben ik gewoon lekker weer opgefrist en gedaan en al. En ga ik heel even tv kijken. En dan daarna lekker. Nou, lekker. Daarna naar het ziekenhuis toe. Oh, oh, oh. En ik ben heel veel gelijk mijn telefoon aan het laden. Oh. Is die powerbank nu al leeg? Oh, ik denk het. Maar maakt niet uit. In ieder geval tijd om even lekker mijn gemak te houden. En mijn pa gaat zo trouwens mee richting het Maasstad om daar een MRI te maken. Maar daar ga ik jullie niet mee naartoe nemen hoor. Want dat is verder niks bijzonders. Dat is aanmelden bij het Maasstad. Röntgenafdeling op. Foto maken. En weer weg. En weer naar huis. En dan doe ik vanmiddag denk ik echt niet veel meer. Buiten dan gewoon lekker mijn gemak houden. Dus ik ga denk ik ook gewoon de vlog hier afsluiten. Was lang en moeilijk genoeg. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mochten de uitslagen binnenkort komen, dan laat ik ze uiteraard gewoon weten. En ik bedank jullie voor het kijken, dat jullie mee wilden kijken. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. En mocht je vragen hebben, laat ze gerust hieronder achter. Ik beantwoord alles gewoon op mijn gemak. Doeg!